zijn vertrokken. We genieten nog even van de regen en de mooie herfstkleuren. Zeg je? Einde van de wereld. Oeh, de grote hoofd. Kemperplaats bij de Blegny steenkoolmijn. Ja, daar op dat achterste rijtje. Nou, we zijn niet de enige. Jij zei, we zijn de enige. Nou, volgens mij, deze is ook... Volgen.
Oké. Ze stonden lekker op het punt van de oprit, maar wat ze nou willen van ons? Nou, dat viel gelukkig mee. Het was een of andere controle, maar we hoefden gelukkig niks uit te pakken. Alleen een paar vragen. Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe? Gelukkig. Spanje. Holiday. Voor hoe lang? 3 months. Oh, wow. Dat maakt de indruk. Ik wist dat erin met de mitrailleur. Maar... We mogen gelukkig weer verder. Het was goed voor hun. Ik moet nog even mijn gordel omdoen. Oké. Ik dacht, ze hebben iets gevonden. Ja, ik dacht. Ik had het bord van de fietshoed er nog niet in zitten. Maar gelukkig, we mogen weer gaan. De planning was naar Ponta Mussol. Maar met de regen zitten we daar ook alleen maar binnen. Dus we rijden toch nog maar een stukje verder. Niet te lang. En Polletje ligt lekker kroelen in haar dekentje. Hier is het lekker rustig. Ga rechtdoor op Rue Dominique Ansmo, de D903. Daar achter staan de campers, aangekomen in Ile-sur-Tille, camperplaats aan de rand van het dorpje. En dan moet Polletje altijd eerst even de omgeving bekijken, snuffelen, plasje en dan kunnen we weer verder. Een camperplaats van campingcarpark. Mooi, nieuw, net. Ja, ik weet niet hoe lang, maar niet zo lang geleden aangelegd. Het ziet er allemaal nog mooi nieuw uit. En het voelt net even wat fijner aan als zo'n parkeerplaats bij die steenkoolmijn. Plekje mooi een beetje achteraan. Nou, hier kunnen we eventueel lozen. En er staan toch ook al wel een aantal campers. Maar ik zeg altijd, wie komt hier nou? We zullen wel de enige zijn, maar dat is niet zo. Er zijn heel veel mensen onderweg. Donkere lucht nog, maar de voorspelling is dat morgen de zon gaat schijnen. En als er een stroompaal is, waarom zou je hem dan niet gebruiken? All in the game. Nou, we zijn net 10 minuten op de camperplaats
En de koffie loopt. De melk staat klaar. De tafel staat nog even laag voor Polletje. Die gaat wel weer omhoog als we wat definitiever staan. En er wordt een spelletje voor Polletje gemaakt. Want 4 uur is 4 uur. En dan verwacht mevrouw een spelletje. En een spelletje betekent een beetje zoeken, een beetje rommelen en vooral snoepjes eten. En het liefst zo snel mogelijk. Er nog wat in zit. Kijk, dan springen de snoepjes eruit. Nee, je moet links blijven aanhouden, Harry. Links. Ja, hij zit voor... Links aanhouden blijven, niet teruggaan. Rustig. Ja, maar ze zegt steeds links aanhouden en jij gaat toch terug.
kwamen om 4 uur op de camperplaats in Remoulins aan en konden nog net op tijd, stevig doorlopend, de Pont du Gard bezoeken. Het was even een stevige wandeling, maar we waren net op tijd. Konden even rustig bekijken met een toch al ondergaande zon. Indrukwekkend bouwwerk. Op een stief kwartier lopen vanaf de camperplaats. Prachtig met die herfstkleuren allemaal. Ik kan me voorstellen dat in zo'n grot Ayla, stam van de holenbeer, heeft gewoond, geleefd. In de hele vroege tijden. Er zouden nog ergens oude tekeningen te zien moeten zijn, maar... dat kan ik er niet uithalen. Maar ik zie wel het leven van Ayla hier plaatsvinden.